Wat vind je ervan dat de slavernij na 150 jaar nog steeds wordt herdacht? Ik vind dat een goed, mooi iets, dat dat nog steeds gebeurt. Ik denk dat, dat het elk jaar weer bijdraagt aan een stukje geschiedenis waar velen nog niks van weten. Ik vind het heel belangrijk dat dit gebeurt, want het is iets eigenlijk wat je niet moet vergeten. Je moet niet vergeten wat er is gebeurd. Net zoals andere herdenkingen is het belangrijk dat we dit blijven doen, want er is er hard voor gestreden. Ik denk dat weinig studenten ermee bezig zijn wat voor een strijd het is geweest voor die mensen om zich te verlossen van de slavernij. En eigenlijk hoe kort het nog geleden is dat er zo'n duidelijke ongelijkheid was tussen mensen die gewoon gelijk zouden moeten zijn. Vind je dat er in Nederland soms te nuchter wordt gedaan over de slavernij? Ik vind wel dat er soms te nuchter daarover wordt nagedacht. Waarom? We staan allemaal stil bij de dodenherdenking. Dat is ook allemaal heel erg belangrijk. Maar ook de slavernij is soms wel iets wat eigenlijk een beetje overheen wordt gekeken, zeg maar. En ik vind dat wel heel erg jammer. Wat vind je ervan dat de Nederlandse overheid heeft aangegeven dat ze geen excuses willen maken voor de slavernij? Ja, dat is wel een lastig ding, want er zijn natuurlijk meerdere van dat soort dingen gebeurd. Ook bijvoorbeeld met Australië die excuses heeft gemaakt aan de Aboriginals een aantal jaar geleden. Dat is misschien, je kan zeggen dat het niet relevant is, omdat die mensen er nu niks meer mee te maken hebben in principe. Maar het is wel, vind ik, een mooi gebaar, omdat dat heel veel mensen toch wel goed doet als je dat wel zegt. En waarom zou je dat niet doen?